Zondagochtend 7 uur. De eerste deelnemers aan de Henk Lubberding Classic komen hun rugnummers afhalen in de permanence. De Henk Lubberding Classic. Een cyclosportieve prestatietocht over 121 kilometer. Een bond peloton begint te groeien. Licentiehouders, niet-licentiehouders en wielrenners voor één dag. Een lang gekleurd lint van enkele honderden coureurs trekt op deze dag door Gelderland en een stukje Duitsland. Start- en finishplaats is Scherenberg. Hij is er natuurlijk bij, de wielerlegende Henk Lubberding. Hoe komt het dat die wedstrijd jouw naam draagt? Ja, er is ooit een Jacques Reumer en Even de Rooij bij mij in beeld gekomen. En die hebben gevraagd, is dat niet iets, want we hebben een idee. En het moet een wedstrijd worden in groepsverband. In een gesloten peloton, achter een auto. De eerste 90 kilometer van de Henk Lubberding Classic worden in gesloten peloton afgelegd achter een voorrijwagen met een snelheid van 30 kilometer per uur. Na een stuk Achterhoek, beklimmingen van onder andere de Postbank en de Emma-pyramide, wordt de wedstrijd bij Lobith vrijgegeven. Wat is nou echt het unieke aan de Henk Lubberding Classic? Het unieke is dat je zo'n 90 kilometer achter de auto rijdt in gesloten peloton. En daarna is het de laatste 35 kilometer is het wedstrijd. Dus op de dijk bij Lobith, dan gaat de auto als een speer weg. En dan word je losgelaten en dan is ieder voor zich. Ja, en dan kun je dus laten zien als je geen licentierijder bent, dat je toch kunt trappen. Ja, ja, ja. En dat stimuleert dus de jongens van, goh, ja, ik kan toch nog met wedstrijdjongens die ook meer rijden, kan ik toch mijn ding doen. En als ik wat meer ga trainen, ja. En dan gaat de Henk Lubberding Classic echt beginnen. Met in de finale de beklimmingen van de Elterberg, tweemaal het Peeske en de Paasberg in Zeddam. De man die vorig jaar hier het snelste was, hebben een behoorlijke voorsprong genomen. Dat zijn inmiddels hier bij het Dundoek en we zien verder nog niks. Hier hebben we de mannen, onderweg nummer 4, 23 en 230. We gaan even kijken, hier gaan we de winnaar krijgen. Bouwman gaat het winnen, Koen Bouwman gaat het hier halen. Koen Bouwman, 4, 23 wint hier. Maar toen was ik hier en toen dacht ik, oh, die spanning en zo, dat vind ik toch wel echt heel mooi, dat koersgevoel. Dus toen dacht ik, ik ga toch maar meedoen. Heb je een licentie? Ja. Ja. Nou, geef je nog maar even applaus. Alice, Lea. Evelien. Zondag 3 september aanstaande wordt de 17e Henk Lubberding Classic verreden. Misschien sta jij straks op dit podium. Ik fiets zelf mee en ik probeer zoveel mogelijk onderweg op de fiets wat aanwijzingen te geven. Wanneer de groep niet gesloten genoeg is, dan rijd ik er langs op en ik zeg tegen die man een beetje aanschuiven. Of wanneer mensen heel slecht in positie op een fiets zitten, te laag of te hoog, dan zeg ik mijn ding ook. En op de postbank is het wel eens nodig dat ik de nieuwkomers die eigenlijk nog niet weten waar hun te wachten staat, dat ik die eens een keer een hand op het achterwerk leg en ze een klein beetje help. Dus jij verwacht wel dat deze unieke cyclo nog in lengte van jaren zal kunnen blijven bestaan en op naar de 17e editie? Nou, dat gaan we zeker wel doen. Alleen je bent natuurlijk afhankelijk van de deelnemers. Als deelnemers het nog steeds leuk vinden en die indruk die krijgen we nog ieder jaar, dat het toch wel een hele ervaring is en vooral voor mensen die dat niet gewoon zijn, dus de toerders, om in zo'n groot peloton te rijden waar alles afgezet is.